Oh, zet hem op, Scoop. Dank je, Wendy. Doe ik. Ik ben van plan mijn eigen graafrecord te breken. Yes! Woehoe! Ben je nou al klaar, Scoop? Bob, ik heb mijn eigen record gebroken. Mijn snelste gegraven gul ooit. Wauw, gefeliciteerd. Ik weet zeker dat ik mijn vulrecord ook kan verbeteren. Dus... Al klaar, Bob? Nog niet, Scoop. Nu klaar? Nee. Oh. Nu? Nee. Nu ben ik klaar. Scoop, ga je gang. Woehoehoe! Veel plezier met je nieuwe recordpoging. Ja, gelukt! Snelste gul uitgegraven en gul opgevuld. Yippie! Ik weet zeker dat ik mijn gereedschapskist hier had laten staan. Ja, die heb ik geloof ik wel gezien. Oh, nou, dan zal die vast ergens anders staan. Wacht eens. Oh, nee! Die heb ik natuurlijk begraven. Ah. Hebbes, view! Wendy, ik heb je gereedschapkist. Dankjewel hoor, Scoop. Oh, gelukt! Ik heb mijn recordgul uitgegraven en opgevuld verbeterd. Twee keer! Twee keer? Oh, twee keer. Hier is Muk, koning van de Puinberg! Koning Muk, hè? Klinkt goed, hoor. Oh, hoi Bob. Muk. Zou jij voor mij alles wat over is van de klussen van deze week willen verzamelen, alsjeblieft? Komt in orde, Bob. Bedankt, koning Muk. Oeh, en vergeet het niet in de goede materiaalbakken te gooien. Kom op, Scoop. Nou, met alles dat over is van die andere klussen, wordt mijn berg pas echt koningswaardig. Wendy, zijn dit de puinresten van de klus? Jazeker. Neem alles maar mee, Muk. Yes! Dank je, Wendy. Mijn puinberg, de allerhoogste. Koning Muk! Oh, ik vind hem alleen nog niet hoog genoeg. Een koning heeft een berg nodig, geen heuvel. Oeh. Yes! Ik ben de koning! Zo gaaf. Oh, wauw, Muk! Ik wist niet dat er nog zoveel materiaal over was. Ik ben koning Muk. En dit is de berg van de koning. Ja, geweldig hoor. Maar je zou toch alles in de materiaalbakken gooien? Weet je nog? Oh, ja. Komt in orde, Bob. Dank u, uwe majesteit. En... klaar. Oh, het is zo plat als een pannenkoek, Rolly. Je bent de beste wals ter wereld. Ik? Oh, denk je dat echt, Dizzy? Ja, Rolly, jij bent een legende. Jij bent zo geweldig. Je hebt alles in Lentestad glad gestreken. Oh, mijn lunch. Maar soms rol ik ook over iets dat niet plat moet. Ja, maar toch, jij zou alles plat kunnen rollen. Ik wed dat je zelfs die heuvel daar helemaal glad kunt strijken. Eitje! Geen probleem. Kan ik dat? Ik bedoel, ik kan dat. En of je dat kunt, je hoeft er niet eens echt je best voor te doen. Ja? Ja! Let maar eens op. Oh, je bent een legende!
Het is, het is een beetje moeilijker dan ik dacht dat het was. Goeie grap, Rolly. Maar ik ben serieus. Dit wordt helemaal niet platter of zo. Natuurlijk niet. Dat is nogal een grote klus voor maar één enkele wals, Rolly. Maar Rolly is de allerbeste roller, Bob. Echt waar. Dat weet ik, Dizzy. Bob heeft gelijk. Sommige dingen kun je rollen en andere niet. Oh. Oh, dat was alweer je lunch, of niet? Sorry, Bob. Mijn lunch is perfect plat. Maar natuurlijk is het perfect plat. Want jij bent de beste wals ter wereld, Rolly. Cool. Dank je, Bob. Mag ik kijken, Wendy? Ik vind het leuk om te zien hoe je elektrische dingen maakt. Ja hoor, Rolly. Natuurlijk. Als eerste moet ik controleren of alle draden op hun plek zitten en goed verbonden zijn. Oeh, dat klinkt spannend. Het geheim is om je goed te concentreren en maar één ding tegelijk te doen. Net als tijdens het rollen. Oh, Muk. Ik denk dat we 3 balken nodig hebben voor die klus. Dank je. Komt in orde, Wendy. Oké, eerst kijken hoeveel stroom erop staat. Oeps, één momentje nog. Hoi, meneer Spijker. Ja, Bob komt er zo aan. Oké, dag. De stroomsterkte is goed. Waar is die trapladder nou? Oh, Leo, die staat erachter. Oh, hoe kon ik die nou over het hoofd zien? Nog één keer alles checken. Laten we naar die klus gaan, Scoop. Bob, je lunch. Oeps. Goed gezien, Wendy. Klaar. En zo werk ik altijd. Wauw. Wat doe jij een hoop dingen, Wendy. Je moet één ding tegelijkertijd doen, want dat is het geheim. Tot later, Rolly. En Wendy doet dan wel heel veel verschillende één dingen tegelijkertijd. Scoop, dit is de plek waar al het betere bouwen in Lentestad begint. Ik hou van dit terrein, mijn thuis. We zijn hier allemaal thuis. Je hebt gelijk, Scoop. Soms zou ik willen dat ik 3 handen had gehad. Het draait allemaal om teamwork, Leo. Wat op, Bob? Oh. Sorry, Bob. Niks aan de hand hoor, Dizzy. Uitkijken. Oh. Oh. Oh, nee. Was je wat kwijt, Muk? Dank je, Bob. Fijn om te helpen, Wendy. Meer bouwmaterialen, Bob. Fijn, Tony. Wow, stop! Gelukkig had ik toch niet zo'n dorst. Gaat alles volgens plan, Liefdie? Alles gaat volgens jouw plan, Bob. Nou, niet echt alles, Liefdie. Dank je, Liefdie. De lading ligt klaar, Ukkie. Ik zie je zo boven.
tijd voor wat tower power. Wauw, de hoogste kraan ter wereld. Dat is perfect. Hey, Uckie. Ik zie wat jij niet ziet spelen. Dat spel? Je weet toch dat ik vanaf hier alles kan zien, Lifty? Dat is geen probleem. Ik ben heel erg goed in dit spel. Ik ga als eerst. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... oranje. Verkeerspion. Ongelooflijk. Oké, Uckie. Jouw beurt. Oké dan, Lifty. Ik zie wat jij niet ziet en het is... Je moet wel iets kiezen dat in Lentestad ligt en dat ik ook kan zien, hè? Natuurlijk. Ik zie iets en dat is blauw. Oh, iets met blauw. Blauw. Oh, het mobiele kantoor. Ja. Nee. Oh. Oeh, het vest van Bob. Yes. Alweer fout. Alweer? Oh, maar... Oeh, ik ben blauw. Ik ben het. Lifty, je ziet Lifty. Ja, jij bent het. Woehoe! Oh, het is mijn beurt. Ik zie dat we allemaal nog werk te doen hebben. Kom op, laten we de volgende lading gaan halen. Oh, juist. Natuurlijk, Bob. Ik zie je snel weer, Uckie. Ik kan jullie nog steeds zien, hoor. Nog steeds. Nog steeds. Het is nog geen lunchtijd, Leo. Oh, maar ik heb heel erg honger. Help me eerst dit hout te zagen, dan mag je daarna je broodje. Jou zie ik zo weer. Oké, vandaag, Leo, ga ik je leren werken met de decoupeerzaag. Zodat jij het hout kan zagen voor de planken die we maken. Decoupeerzaag? Je houdt me zeker voor de gek, Bob. Ik zie toch dat die planken daar al lang staan? Niet alle planken zijn kastplanken, Leo. We moeten ze op maat zagen. Oh, dat ziet er makkelijk uit. Dat kan ik wel. Niet zo snel. Eerst gaan we oefenen. Kijken hoe het gaat met dit stukje resthout. Oh, ik wil het echte werk doen. Het is een krachtige machine, Leo. Je moet eerst oefenen. Hier, zaag langs deze lijn. Oh, dat is een makkie. Die heb ik zo in tweeën. Klaar. Oh, deze is niet helemaal zo goed als die van jou, Bob. Geef niet, Leo. Probeer het nog eens. Maar deze keer druk je de knop wat minder hard in. Oké. Perfect. Oké, laten we gaan zagen. Alsjeblieft, Bob. Dat was de laatste plank die gezaagd moest worden. Kan ik dan nu mijn broodje gaan eten? Natuurlijk, als je het in je mond krijgt gestopt. Geen zorgen, Bob. Daar heb ik al lang wat op bedacht. Leo, ik denk niet dat dat zo'n goed idee is, of wel? Ik haal wel een mes. Zo, dit is de drager voor de terrasplanken die jij zult gaan vastspijkeren, Leo. Zo, dit is echt een fijne plek, vlakbij het strand. Perfect om wat zonlicht te pakken. Leo? Ja, Bob? Vandaag ga je leren werken met het spijkerpistool. Ah, tof! Dat heb ik altijd al willen doen. Het maakt zo'n cool geluid. Eerst leg je de plank op de juiste plek. Ja. Dan zet je de kop van het pistool op een plek boven de dwarsbalk. En dan druk je de knop in. Wow, yes, woehoe! En dan schiet je meer spijkers door de plank in de dwarsbalken. Ik hou van dat geluid. Boek, boek, boek. Ik moet je nu alleen nog laten zien hoe je hem weer laat met nieuwe spijkers wanneer die leeg is. Oké. Met deze knop maak je hem open. En dan schuif je hier een nieuwe strip in. Snap je het? Ik snap het. Ik ben er klaar voor. Fijn. Als jij dan het terras vastspijkert, ga ik de lak halen. Haha.
ziet er super strak uit, Leo. Goed gedaan. Ah, dank je, Bob. Toe, aan jou de eer om er als eerst overheen te lopen. Oh, nee! Leo, heb je eraan gedacht om het pistool te herladen, zoals ik had gezegd? Herladen? Wat? Huh? Het geeft niet. We kunnen het maken. Tower Power! Hey! Alsjeblieft, Bob. 201 stenen. Wauw, dat is precies hoeveel het er zijn, Uckie. Hoe raad je dat? Ik heb niet geraden. Ik weet hoeveel één steen weegt. En die lading voelde 201 keer zo zwaar. Jij bent een ware hijsexpert. Ik weet zelfs wat ik omhoog hijs puur door hoe het voelt. Dat kon ik eigenlijk altijd al. Dat is een hijskraanding of zo. Ik weet alles van de vorm, waar de lading uit bestaat. Is het hout, metaal of steen? Hoe het gestapeld is? Alles dus. Oké, dan, Uckie. Laten we dan eens testen hoe goed jij bent. Jee! Ik ben gek op dat soort dingen. Kom maar op! Oké, Uckie. Kom met je haak en niet spieken. Ik beloof dat ik niet zal spieken. Wat is dit? Houten planken, 6 stuks. Ja! Woehoe! Haha! Ik zei het toch? 8 buizen. 1 plank, een boormachine, gereedschapskist, verkeerspion en... Ja? En? Oh, en de telefoon. Die ligt op de plank. Dat klopt. Dat is echt onvoorstelbaar. Oké, nog 1 allerlaatste, Uckie. Ja. Oké, Uckie. Wat is dit? Oh, maar dat is makkelijk. Jouw lunch. En het zijn broodjes tonijn. Ja. Hoe kun je dat in vredesnaam nou weten? Ik kan ze ruiken, Bob. Zelfs vanaf hier. Oh, ruikt heerlijk, toch? Dat weet ik dan weer zo net nog niet. Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Oké, Leo. Weet je nog wat je gaat leren vandaag? Nou, vast niet wie de finale gaat winnen vandaag. Niet helemaal, Leo. Je gaat leren hoe je moet metselen. Oh ja, dat was ook zo. Cool. Eerst doe je mortel op je troffel en dat verspreid je gelijkmatig over de muur. Leo? Een vriend vertelt me net dat Lentestad op kop gaat. Woehoe! Oh, sorry. Plaats je steen daarop, stamp hem aan en schraap dan de overige mortel eraf. Pak de volgende steen, smeer mortel op de zijkant en plak deze naast de vorige. Enzovoorts. Geen probleem, Bob. Ik moet naar de werkplaats. Blijf jij je concentreren op de klus, dan ben ik zo terug. Oké? Natuurlijk, Bob. Dit is toch wel een van de spannendste wedstrijden die ik ooit heb gezien. En het is rust. Wat een geweldige eerste helft. Goed moment voor de lunch, denk ik. Maar waar is mijn broodtrommel gebleven? Die moet toch hier erg... Oh, nee! Hey Leo, hoe gaat het metselen? Goed, Bob. Goed. Ik ben even druk. Ik laat het je zo weten. Huh? Hoi, Leo. Oh. Hi, Wendy. Heb je misschien mijn boek ergens zien liggen? Ik kan het nergens meer vinden. Nee. Het zou hier toch ergens moeten... Oh, nee. Oh. Klus is geklaard. Ik ga Bob het goede nieuws vertellen. Maar waar is mijn walkie-talkie? Hey Leo, hoe staat het met de muur? Over. Oh. Oké, Leo, jij gaat deze muur schilderen terwijl ik verder ga met de oprit. Herinner je je nog alle stappen die we hebben doorgenomen? Ja, tuurlijk, Bob. Nog niet, Leo. Oh, wat dan? Eerst moet je de vloer afdekken met de beschermfolie tegen vlekken en schilderstape op het glas plakken. Oh, juist. Juist. Was ik dat toch bijna vergeten? Maar ik heb het. Alsjeblieft, Dizzy. Klaar? Ik mix het allemaal nu meteen. Dank je, Dizzy.
Theo! Wacht eens even. Wat ben ik nu weer vergeten? Je moet alle scheuren in de muur opvullen voordat je de verf aanbrengt. Oh! Ja! Ik testte jou alleen, Bob. Ik ga het gelijk doen. Mooi beton, Dizzy. Dank je, Bob! Alleen nog even gladstrijken. Wacht even, Leo! Uh-oh, wat nu weer? Er zit veel te veel verf op je roller. Daardoor gaat het druipen. Oh, oké. Ik rol er wel wat af. Wauw, het is zo glad, Bob! Het is echt perfect. Dank je, Dizzy. En ik ben nu eigenlijk wel aan een milkshake toe. Oeh, en mijn muur dan? Uitstekend gedaan, Leo. En je bent niets vergeten. Oh, fantastisch. Dan denk ik dat ik ook wel een milkshake heb verdiend. Denk je? Oh, oh! Blijf precies waar je nu bent, Leo. Zet geen enkele stap. Oh, juist. Geen enkele stap, hè? Ja, hij heeft al te veel stappen gezet. Blijf heel stil. Oh, waar ga je heen? Naar binnen, voor mijn milkshake. Kijk, Leo. We hebben laatst bij een paar klusjes vertraging opgelopen... omdat je een aantal dingen was vergeten. Echt waar? Oh, daar wist ik niets van. Nou, gisteren moesten we die grote telescoop van May Moon toch schilderen... en jij was de ladders vergeten. En de verfkwasten. En de verf. Oh, oh ja, nu weet ik het weer. Goed. De les van vandaag is dus... controleren of we alles hebben voor we gaan... en opletten dat we niets vergeten. Oh, dat is wel heel slim, Bob. Mooi. Deze ochtend gaan we in de dierentuin een hokje bouwen... voor de bananen van de aapjes. We gaan naar de dierentuin toe. Ik heb een lijstje gemaakt met al het gereedschap dat we nodig hebben... en ik wil kijken of het in je gereedschapskist zit. Oké? Oké, Bob. Goed, als eerste, de waterpas. Heb ik. Mooi. We willen geen scheve schuur. Heb je ook een schroevendraaier? Ja. Die schroeven gaan niet zichzelf erin draaien. Precies. Hamer? Check. Ik ben dol op hamers, Bob. Die zou ik echt nooit vergeten. Goed. Dan nog het meetlint en een veiligheidsbril. Ja. Ja. En als laatste nog de zaag. Ah, hier. Au! Oeh, wees heel voorzichtig met scherpe dingen, Leo. Oké, dan hebben we denk ik alles. Laten we gaan bouwen. Oké, we zijn er klaar voor. Waar wacht je op, Muk? Moet jouw gereedschapskist ook niet mee, Bob? Oh ja. Oepsie. Vergeten. Oké, Leo. Ik zag een boomstam achterin een van onze opslagplaatsen... en ik bedacht me toen dat ik je nog moet leren hoe je met de kettingzaag moet omgaan. Oké, eindelijk. Hier kijk ik al mijn hele leven naar uit. Maar onthoud goed, de kettingzaag is een erg gevaarlijk apparaat. Dus veiligheid is hier heel belangrijk. Natuurlijk, Bob. En daarom concentreer ik me vandaag extra goed. Mooi. Dus, als eerste de juiste veiligheidsspullen. Ik heb hiervoor alles nodig. Handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbeschermers. Oké, nu even achteruit, Leo. Ik ga de kettingzaag aanzetten. Trek de startkabel hard aan totdat de motor brult. Haal de rem los, knijp de hendel in en begin met zagen. Scoop, Muk, Lifty, kom snel kijken. Wauw, zo gaaf. Dat is mega geweldig. Wow, meesterlijk, Bob. Ik moet nog een hoop leren voordat ik zo goed word als jij. Gewoon oefenen, Leo.
jullie een boomstam gezien? Die had ik besteld voor de wip die ik wil bouwen in de speeltuin. Oeps. Ik denk dat je er misschien nog geen moet bestellen, Wendy. Of trouwens, waarom ga je niet even zitten? Dan doe ik het. Oh. Ik ben bijna klaar met het plaatsen van de palen voor het nieuwe hek, Leo. Kun jij het afmaken terwijl ik het draad ga halen voor de verbinding? Tuurlijk, Bob. Deze grote rubberhamer is klaar om te knallen. En ik sta klaar met de palen. Oké, we meppen ze erin. Niet zo snel, niet zo snel. Vergeet niet te controleren of de palen dezelfde lengte hebben, zodat ze straks allemaal even hoog zijn. Oké. Deze is een klein beetje te lang. Mag ik ze nu erin slaan? Ja, mogen we nu eindelijk? Oké, ik laat jullie je gang gaan. Maar let op dat ze allemaal even hoog zijn. Die zit goed. Eindelijk tijd om te mappen. Wahoo! De volgende graag, Scoop. Wij hebben deze klus voor elkaar voordat je het weet. En die zit ook. Supergoed. Deze is langer dan die daar. Had Bob niet gezegd dat je ze op moest meten en op lengte moest zagen, Leo? Dat is toch niet nodig? Ik sla deze gewoon nog wat dieper. Nu is hij korter dan de andere palen. Dat maakt niet uit. Dan sla ik al die anderen ook gewoon wat verder de grond in. Opgelost. Leo? Misschien nog een paar klappen? Leo, Scoop, wat is er gebeurd met de palen voor het hek? Ik denk dat ik me toch iets te veel heb laten gaan. Ja, ik denk dat je een beetje bent doorgeslagen met het slaan. Bekijk het van de zonnige kant. Ze zijn allemaal even hoog.